fraai geleinde automobielen op een tentoonstelling in de Rai. Maar zelfs voor het kleinste autootje was een aankoopvergunning nodig. Toch zou de Nederlandse economie een stormachtige ontwikkeling doormaken. Mede dankzij de ontdekking van een nieuwe energiebron. Al had men dat toen nog niet zo in de gaten. De Nederlandse aardoliemaatschappij stuitte bij een diepboring in Drenthe op aardgas in de omgeving van Coevorden. Onder de druk van het gas komt voorlopig nog veel zogenaamde spoeling omhoog, die eerst geheel moet worden afgevoerd voordat het gas kan worden onderzocht op zijn hoedanigheden. Tot zolang laat men dat dan ook ongebruikt ontsnappen en om het meteen onschadelijk te maken wordt het boven de uitlaatpijpen verbrand. Het gas komt onder zeer hoge druk naar boven. Door de plotselinge uitzetting ontstaat een lage temperatuur die de buizen afkoelt tot ver onder het vriespunt. Indien kwaliteit en hoeveelheid van het gas bij Coevorden aan de verwachtingen beantwoorden, dan kan deze toevallige ontdekking voor Nederland van betekenis worden.